Pagina 3 niet. Sorry. Ja? Ja,
Ja? Ja? Moet ik gelijk beginnen? Nee. Ik ook niet. CD Biaset van de band Babyface Bias. Onder voorbehoud. En wanneer is die CD uitgekomen? Die CD is vandaag uitgekomen. Oh. Arno. Hoeveel exemplaren zijn er gemaakt van die CD? Er zijn, wel te verstaan, 11 exemplaren gemaakt van deze CD. Ja, dat is 12. Het zijn er 12. En als je dan de mensen die daar mee hebben gewerkt, die hem gewoon krijgen, eraf haalt, hoeveel blijven er dan nog over? Acht. Hoe duur is die eigenlijk? Arno. Nee, jij bent niet de labelbaas. Hij is er gratis voor leden, toch? Hij is gratis voor leden. Ja. En er is maar één lid. Ben jij een landlady? Dat is Jeroen de Marie, maar die is er helaas niet bij vandaag. Vrienden van. Ah. Is hij ook gratis voor alle leden? Drie. Maak je daar wel winst op? Nee, maak je geen winst op. Nee. Goeie vraag. Hier maken wij geen winst op. Nee, jullie ook niet. Laten we die andere. Fuddle is Engels voor een bepaalde staat die zijn oorsprong vindt in de alcohol. Ja. Thank you.
Waarschijnlijk geïnspireerd door Danko Jones, Arno Breuer kennende. Dit moet ik harder zingen, daardoor heb ik de letters groter geprint. Snel spelen, ik wil rustig. Is er ook een drum solo? Ja. Thank you.
We zijn aangekomen bij het ene laatste nummer. De toegift meegerekend. Het heet Fatus. 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 Bala bila Fatus. Moeten we nog een room mic opstellen? Ja, eigenlijk wel. Even los van een losse zanger. Gooi maar gewoon. Ja, gooi maar los. Lekker pik! Lekker pik! Lekker pik!